Helemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zit met Mitchell. Met mij. En eten. Eindelijk weer. Eindelijk weer, ja. We moeten een beetje stil uitpakken, denk ik. Dreefje slaapt. Ja. Dus hij hoort nog wel alles. We hebben een hele grote bestelling geplaatst. In mijn grote pit. Loempia's. Oké, we gaan gewoon beginnen, want we hebben zo ontzettend veel trek. Honger. Als jullie mee eten, laat even weten wat. Ja, dit staat nu heel dicht bij mij, want hij lust het niet. Ik krijg altijd tijdens elke mukbang te horen, het staat allemaal bij jou. Ja, dat is ook altijd zo. Ja, maar dat valt me helemaal niet op. En nee. Pas als mensen het zeggen, dan denk ik, oh ja, verrek. Het staat echt gewoon allemaal hier. Moet ik helemaal moeite doen zo. En... Cheers. Proost. Op de mukbang. Op vandaag. Hugo. Oké, waar ga jij mee beginnen? Ik ga beginnen met ei. Ik ga beginnen met een komkommertje. Oh ja. Is wasabi. Er zijn er maar één. Yep. That's a problem. Ze zijn zuinig, jongens. Ze zijn zuinig. Dit wordt de thumbnail, ja? Ja. Jij gaat echt zo knoeien. Mm-hmm. Waarom zet ik hem helemaal daar? Mm. Oh. Wacht even. Heb ik nu maar één van? Damn it. Ja. Ik wist niet zeker of je hem lekker zou vinden, namelijk. Hij is altijd lekker. Gewoon rijst met ei. Ja, maar die heb je ook nog, hè? Mm-hmm. Dat is ook met ei. En die had ik ook voor jou. Dat want is? Die zag er heel lekker uit. Ja, beef. Beef. Alles wat ik lekker eruit vind zien, maar wat vlees is, dat heb ik voor jou besteld. Als het maar kip of rund is. Bakken. I love it. We hebben niet echt een onderwerp. Man. Ik denk, dat is ook niet nodig. Nee. Want wij vreten gewoon. Ja. Mm-mm. Ik zou nooit bij Para Para gaan eten. Voor mensen die in Lelystad wonen, die weten denk ik waarom. Het is gewoon zo ongezellig. Het is altijd leeg. Naar tenminste. Hun eten. Leeg. Er zitten weinig mensen altijd. Ja, je hebt gewoon, zeg maar, daar in het restaurant heel weinig keus. Mm. Oh... Weer gember? Nee, nope. Die is voor Chris, die is boven. Oh, in de kamer. Die mag niet naar beneden komen. Echt lang geleden. Dat we lang, zo zaten en... Weet je hoe lang ik trek heb in sushi eigenlijk? Waarom zijn dit er maar drie? Twee bedoel ik. Zo. Hallo. Hallo. Had je er drie besteld, hè? Nee, ik dacht dat ze per drie kwamen. Maar daarom, het lijkt heel veel, maar van alles is het maar twee of drie. Nou, heb je nog wat te vertellen? Wat zijn je vakantieplannen dit jaar? Het jaar is niet lang meer, maar... Maar we hebben wel plannen. December lekker een weekje vrij, of iets langer dan een weekje zelfs. Voor de kerst tot aan 2 december. Mm-hmm. Op ons werken. Wat gaan we doen? Wij gaan... Ja, als het nog... We zouden eigenlijk een mini roadtrip maken. Ja. Maar we moeten even kijken qua auto natuurlijk. Ja, want ons auto heeft ons een beetje... Verlaten. Oeh. Vergeven. Vergeven? Ja, noem je dat niet zo? Nee, vergeven is als je... Ik vergeef het je. Begeven. Begeven. Jij wist het ook niet. Ja, dus dan moeten we even kijken of het lukt. Ja. Beetje jammer. Ik word weer zoeken naar een nieuwe auto. Mm-hmm. Maar... Altijd leuk. Deze is zo tering droog. Oh. Hey. We willen dus eigenlijk naar Zuid-Duitsland. En naar Zwitserland. En that's it. Gewoon een klein... Weet je wat is dit? Wat is dat? Weet ik niet. Tonijn? Volgens mij is dat tonijn, maar hij is zo... Kurk droog. Wat is dit? Die zalm. Ook voor jou. Nee joh, zalm is niet die kleur. Wat is het dan? Weet ik niet. Spicy tuna. Tuna. Dat kan. Of, is het dus zo lekker. Dit is tonijn. Mag niet. Schmied. Schmied. Kijk hè, ik heb dit ding helemaal hier. In plaats dat ik het meer naar me toe breng. Iedereen zegt dat altijd bij jou. Ja, dan doe ik helemaal moeilijk. Mm. Ja. Ik heb dit echt gemist. Mm.
Die is saai. Ja. Echt? Ja. Oh. Boring. Boring. Nee, en dan misschien zijn jullie ook, tenminste, dan zijn jullie ook thuis. Als het goed is wel. Als het goed is. De datum dat ik nu officieel naar huis mag staat op 23 december. Maar, moet ik wel even eerlijk bij vertellen, dat het de laatste tijd niet meer zo goed gaat. Of niet heel erg goed gaat. Dus ik durf niet met zekerheid te zeggen dat ik dan officieel thuis ben. Maar we gaan er wel voor. Ja, zeker. Maar stel je voor dat het wel later wordt, mag je toch wel gewoon met kerst naar huis, neem ik aan. Met kerst denk ik wel. Ja. Maar, dan ben jij 10 dagen vrij. Zit je hier alleen? Zie je de kerstboom wel? Ja. Ja, ja, daar zit ik hier. Oh, kan ik ver. Gamen. Ga je alleen maar gamen, gamen, gamen. Oh, wat vind je het erg dat ik er niet ben. Oh, wat vind je het erg. Nee, ik heb liever mijn gezinnetje bij elkaar. Nou, eerlijk. In het begin konden wij elkaar natuurlijk maar 2 à 3 keer per week zien. Zoiets. En het is zo erg, maar het went. Ja, erg hè? Dat als ik hem soms 4 dagen niet gezien heb, wel gesproken, dan heb ik echt zoiets van... Ja, en niks komt uit. Ik kom thuis van werk en ik doe mijn ding. Ja. En ik doe mijn ding inderdaad, want het is inmiddels alweer 13, 14 weken. 14, ja. Ah ja, vanaf 1 september. Mensen die niet weten waar ik ben, ik zit dus intern in een kliniek, behalve de weekenden, vandaar dat ik nu thuis ben. Voor mijn postnatale depressie. Dat gaat al wel een stuk beter. Maar met mij... Het is algemeen dat ja. Gaat het minder. En daardoor gaat de rest ook moeizaam. Ja. En je merkt nu echt aan Revi dat hij gewoon echt ons herkent als... De, ja, ik weet niet zozeer zijn de ouders, maar ja, echt in wel. Ieder geval van... Hè, jullie zijn mijn verzorgers. Verzorgers. Ja. Als, ja. Als ik hem bijvoorbeeld zie, weet je, ik kom thuis van werk op... Ja, op maandag. Ja, op de maandagen dan voorheen. Dan kom je thuis helemaal blij en dan meteen... Mijn gezicht pakken en slaan. Ja, hij slaat. Dat heeft, mama geleerd. Ja. Papa slaan. En het is dan toch weer fijn om te zien. Wat is dat? Door de weg zie ik hem. Niet. Amper. Ja, echt amper. En aan weekenden. Is het helemaal goed? Maar zoals nu ook, zeg maar... De eerste 7 weken dat we hem net hadden, konden we dit echt niet doen. Nee. Dat was voor ons echt, nou een hel wil ik het nog net niet noemen, maar... Konden we hem niet zo op bed leggen. Was het gewoon, ja dan moesten we hier met hem zitten. Ja, dan kon het. Ja. Nee. Dus het eerste weekend dat ik naar huis ging, vanaf daar. En we hadden dit momentje met z'n tweeën zo op de bank, dachten we echt, wow. Oh, dit is nieuw. Het kan dus wel. Hij ligt nu lekker te slapen. En wij doen ons ding. Wij zitten te schranzen. De schaal. Ja, maar dit was gewoon voor ons echt een soort van... Bijlpaal. Is een trauma een beetje too much om te zeggen? Ik vond de eerste weken echt traumatisch. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat denk ik nou... Het was ook traumatisch, want... De stille wens voor een tweede... Dat was wel echt ver te zoeken. Dat was gewoon weg. Gewoon in het begin dachten we echt van... Een tweede? No way. Hell no. Echt niet. Nooit. We doen het maar met de eerste. Kwamen met allerlei theorieën. Dat kost minder. Is goedkoper. Kunnen meer verwennen. Hoeven niet een mega groot huis. Ja. Als je dan naar Disney gaat, dan kost het je niet 2 ribben uit je lijf, maar 1. Dat we zagen allemaal voordelen, ja. Ik denk dat het misschien nu een beetje weggetrokken is, maar toch, hè. We denken nog niet aan een tweede. Ja, ik bedoel van, natuurlijk denk je eraan, maar van, hey, dan en dan. Of jij wel. Oh my god. Nou. Dat gesprek hadden we letterlijk vorige week nog. Ja, maar. Dat ik zei van, weet je, we kunnen het ook gewoon nu doen. Want nu is het gewoon een rotperiode. En dan heb je die periode maar 1 keer. En dan ben je er vanaf. Het lijkt mij echt
verschrikkelijk als je eerste kindje net uit de luiers is. Mm-hmm. En dan begin je nog een keer. Ja. Dan doe je het gewoon weer opnieuw. Maar, ja. 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 Oh, we wilden dezelfde pakken, hè? Mm-hmm. Weer ruw. Maar het is in ieder geval niet meer één dikke vette nee. Nee, inderdaad. Nee. Het is weer terug op tafel, oh, jongens. Ja. Back on the table. Hé, mijn wasabi is verdwenen. Oh. Oh, daar. Oh, nou ja. Jezus, kijk hoe jij eet. Oké, kijk jou. Ik heb één minuscule druppeltje. Oh, kijk daar. Ja, dat kwam door jou. Ja, ging zo. We hebben op dit moment een open relatie. Met, hoe zeg je dat? Met de kliniek. Nee. Monogaam? Beperkingen. Een open relatie met beperkingen. Je bent zelf een beperking. Jij bent een beperking. Noem je mij nou een beperking? Ja. Nee, Il, jij moet die met die vieze staartjes nemen. Ja, hé. Hey. Maar ik durf het niet, jij wel. Wat is er mis mee? Maar niet het staartje opeten, hè? Ja. Ik moet die met het staartje nemen, maar ik mag niet het staartje opeten. Nee, dat is toch vies? Dat Waarom? Is niet om te eten. Nee, dat deed je toen ook. Je gaat het doen, hè? Ja, tuurlijk. Godverdamme. Nee. Goed zo. Oh, oh, oh. Wat is dat? Dat is toch zo? Wat is een ding? Karma is een We houden nu het netjes. Wat is dit? Hoe eet je dit? Heb ik dit ooit gehad? Zo'n zak? Ja. Zo'n sushi frietzak? Ik weet niet meer wat dit is. Sushi? Nee. Volgens mij is het kip. Nee, dat is kip. Waarom zeg je dan niet? Dat zie je toch? Nee. Hoe zie je dat? Ja, mijn garnaal ziet er ook zo uit. Ja, mijn garnaal is daar. Ja, maar ik heb meer garnaal. Nou, morgen ben ik doodziek. Oh, ja. Vlees. Oh. Oh, mijn god. Hé, hey, deze is best lekker. Ja, hè? Moet ik zeggen. Alleen heel onchalant om te eten. Oh. Maakt niet uit. Toch wel een troep gemaakt hier. Ik heb mijn bek lek. Lijkt me wel leuk om voor het eerst als gezinnetje op vakantie te gaan. Ja. Maar ik heb wel dit jaar de 50.000 behaald. Dus even een momentje voor mijn waardering naar jullie toe. Woehoe. Nee, ik ben echt heel blij. Het was echt mijn doel voor dit jaar. Eigenlijk de 35.000. Maar die had ik binnen no time gehaald. Nee, grapje, duurde echt lang. En toen dacht ik, nou, dan gaan we voor de 50. En 2 maanden geleden dacht ik echt, nee, dat gaat hem niet worden. Het duurde zo lang. Het ging zo langzaam. En ineens was hij daar. Tada. Halverwege november. Nog eens goed gedaan. Ja, hè? Mission accomplished. Nou, maar allemaal dankzij jullie. Ja, maar dat is een veel. Oké, dat heeft echt geen nut wat je deed, volgens mij. Jawel. Oh. Moet je met jezelf? Dat doe ik al. Eeuw. Wat? Ik hoop echt niet dat dat te zien was op beeld. Wat dan? Wat deed je? Oh, het hing ook aan mijn lip. Liet je het, Ik had 1 sliert. Eeuw, zo'n slijmsliert. Maar die ging helemaal zo. Zo'n vieze slijmsliert. 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 Wat vind jij nou een echt lekker woord? Een lekker woord, Jezus. Dat heb om ik te echt zeggen. Oké, daar heb ik echt gewoon nog nooit over nagedacht. Oh, dat is een lekker woord om te zeggen. Ik wel. Wat dan? Slipperslof. Dat is ook lekker. Een slipperslof. Smikkelen. Nee, joh, nee. Oh. Lekker smikkelen. Of lekker verkleinwoordjes. We gaan lekker een sushietje eten. Sushietje, Jezus. Ik heb een oudje aan vandaag. Dit is mijn oudje. Nou, dat is een heukel aan. Nou, wat is er nog meer? Ik ben een beetje bitter. Bitter? Ik ben ook
is bitter jaloers. Zo'n verbitterd wijf. Dat ben jij. Ja. En waar ik... Allemaal zeuren. Allemaal zeuren in zaken. Ja. Dat is een zuurpruim. Een zuurpruim. Een sourpruim. Nou, maar wat is je hoort? Ja, dat weet ik toch niet. Kijk deze dan. Ben je ook wijn? Mag niet. Underaged. Och, daarom komt ze natuurlijk. Ja, duh. Bye. Oh, wat ik bijvoorbeeld echt haat is... Paul. Paul. Of Paul. Ik heet Paul. Ja, Paul. Ik ga er echt te veel forceren, denk ik. Ja, het doet gewoon soms op een gegeven moment pijn. Lantaarnpaal. Paul. Paul. Moet je dan... Oeh. Je galgalij, je weet het ding? Je huigje. Galgalij? Nee, galgalij. Is dat een fancy woord voor je halg? Gal? Nee, daar komt huig. Daar kwam Poeja een keer mee, je galgalij. Dat is waarschijnlijk... Afghaans of zo. Lily. Ik kwam op de kano. Zit wat op je gok. Op je gok. Echt de Amsterdammer. Oh. Wat? Oh, ik heb hem opengemaakt. Wat is dit? Die is van jou. Oh, nice. Nee, volgens mij is dat tonijn. Jij hebt die nog. Echt waar? Mm-hmm. Nee, is van mij. Je mag hem wel hoor. Nee, ik mag. Oh, zie Rebecca is aardig doen voor de vriend. No, oh my god, ze kan het wel. Normaal zelfs niet. Nee, mag niet. Doe puur voor de mukbang. Ja. Ja, ik vind deze echt heel vies. Wat dan? Ja, waarom eet je hem dan nog? Ik dacht misschien was het er één. Het is gewoon... Nu is het verspilling. Want zand of zo. Droge... Droge zand. Droge meuk. Sahara sushi. Ik weet nog steeds geen woord trouwens. Wasabi. Dat is geen lekker woord. Het is wel lekker. Lepel. En als je hem omdraait is het ook lepel. Lepel, lepel, lepel. Lepel, 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 lepel. Lepel, 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 lepel. Oh shoot, ik heb mijn hand erom nog. Ja, wat dan? Oh my god. Wat wilde die eens tussendoor eten? Ja. Doe niet gierig. Ik ga hem zo eten hoor. Doe dat maar hoor. Zo boos. Wow. Mm. Kijk het verschil hè. Vies, semi-vies. Ja, het komt nu pas door mijn hand rond, anders was het best netjes. Ja. Ik ben gewoon vies. Mhm. Mhm, zo overtuigend. Er zit letterlijk dit aan zalm in. Oh echt? Ik had echt vet veel kip in die handrol. Mhm. Ze dacht, het moet ergens gecompenseerd worden. Hebben jullie ook woorden die... Moet je moeite voor doen. Vies klinken. Vies? Ja, echt smikkelen en smakken en we gaan bikkelen en we gaan... En als je doet smikkeltje? Er is een restaurant die zo heet volgens mij. Smikkeltje? Ja. Echt? Zullen we daar een keer eten? Smikkelen of zo? Oeh, blablabla. Gaan we daar een keer eten? Nee. Lekker smullen bij smikkelen. Oeh. Mm-mm. Hashtag. Mm. Dus ja, goed... Krokant. Ja, ik kreeg die van mij gewoon net niet. Kijk, ik heb nog dat stuk over. Er zit niks in hoor. Je mag kiezen. Nee, kies jij maar. Nee, kies jij. Nee. Ik zou dan... 3, 2, of ik vreet ze allebei op, tegelijk. Nou. Ik zou wel nou. Ja? Ja. Dan neem ik lumpia. Dan ga ik gewoon zo op, tegelijk. En nog, vreetzak. Je mag nog eens je avocado hebben. Nee, ik vind het niet lekker. Ik ook niet. Wel in mijn hand rond, maar zo los. Net zo doen we dan met zout en peper en gaan ze hem uitlepelen. Echt? Eeuw, waarom? Waarom doen jullie dat? Het schijnt heel lekker te zijn. Laatste. Oh, my lord. Laatste. Bonk op de grond. Doe nog. Mia. Mm. Vogel. Ja, uit het niets, hè? Ik zit vol. Champignon? Ja. Ik
Ga je me naar het ziekenhuis brengen? Nou, niet overdrijven. Nee. Je drijft over. Finito en we hebben vino. Oh, wacht even. Oh, ik ben zo rijk. Zo'n stijl zijn wij geworden. Wat hè? Dit. Hoezo? Dit is onze humor. We zijn echt zo burgerlijk geworden. Nou, dit was hem. Oké. Ik ben bang. Er zit helemaal niks tussen. Oké. Jongens, zoals je ziet is het allemaal op wat boontjes en champignons na. Maar dit was dus onze mukbang. Onze mukbang, ja. Ik zal je mijn woord laten weten zodra ik erachter kom. Ja, en mensen moeten het ook even laten weten. Wat is een lekker woord? Wat rolt. Niet goed. Ja. Moet je mond open? Oh, dat lijkt me echt hilarisch als het gaat lukken. Oh. Nee. Niet zo hard, hè? Mm. Die ging echt bijna karig. Wel beter openen. Een beetje omhoog. Heel zit allemaal. Oh. Jezus. Bijna in mijn oog. Allebei nog één keer. Wie hem raakt? Krijgt vanavond een massage. Okay. Oh, wacht. Jij eerst. Maar ik ga wel zo, want ik ben bang dat je in mijn oog schiet. Ja? Nee! Nee, ik zag het! Nee, nee, nee. Dat was jouw gemiste kans. Nee, 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 oké, opnieuw. Opnieuw, kom. Oh. Nu ik. En het wordt echt opgegeten, jongens, want de katten zijn hier dol op. Zij eet het zomaar toch zo. Als een kip. Kip. Dat zou ik zeggen. Ja. Als een kip. Ja. Oh, bijna. Dat scheelt echt niet veel. Nou, jammer. Okay. Geen van beide. Geen van beide. Jij zet koffie. Ja. Omdat ik zo dichtbij was. Okay. Jongens, dit was dan echt het einde van de mukbang, want we maken er een zooitje van. Doe dit niet thuis. Ofwel, het is wel leuk. Ja, ja, ik ga liegen als ik zeg dat het niet leuk is. Gewoon door het uitspugen, joh. Hoep, tegen je moeder, je zusje, je broertje, iedereen die irritant is. Nee, oké. Okay, even normaal nu. Als je de video leuk vond, dan moet je even abonneren op mijn kanaal. Voor meer mukbangs. Doe dan even je duimpje omhoog als je de video leuk vond, als je meegegeten hebt, als je van sushi houdt, maar ook als je niet van sushi houdt. En dan zie ik je bij de volgende video weer. Doei doei! Bye.